Hallo allemaal. Welkom terug. Ah, vergeet ik nog te eten. Nou ja, hierna dan. Tijdstechten. Wij waren goed gegaan, ja. Wij waren toch gemount? Oh ja, ik was toch die mount toen ik het aangevallen. Oké, mounten. Wee! Na deze clip zal ik die clip sturen dat ik die flashpoint heb gedaan. Die ga ik zo meteen doen. Dan kan ik geen eerst eten. Op een lege maag valt niet te gamen. Ik zag alweer een paar berichtgevingen op YouTube. Nou, dan rij je hier naartoe en dan. Pop, quest klaar. En dan pak ik mijn. Een fast travel dingetje even, die ga ik ook even verplaatsen. Want dit is voor mijn skills. Dus jij gaat hierheen. Jij gaat dicht. En dan zeggen we, en dan was het. Heb je weer omgaan. Anders moet je weer met de Flightmaster vliegen. Dat wil je niet. Als ik ergens naartoe kan teleporteren, doe ik dat liever. Want als het goed is, ben ik bij de goeie. Ah, ik heb het inmiddels moeten hebben. Nou ja. Want anders moet je vliegen. Fast travel is veel beter. Je had hier normaal, had je hier ook kwesten. En dan kon je ook lekker rode punten mee verdienen. Maar die heb je ook niet meer. Ze zijn allemaal weg. The same person who hit a tracer in the box, just in case. I take it back. When they call us in, you should ask if they're hiring. Ja, dus ik vind af en toe. Oeh, hij heeft nieuw mail. Wauw. Nou ja, we zijn toch vlak bij de brievenbus. Ik vind het af en toe wel leuk om van die omstanders te horen wat ze te roepen hebben die NCP staat. Tremel's retirement. Hier, kan je zien dat hij ook geen vol bloed was. I know about the late officer Tremel. The acolytes whispers of his death at the same hand of Darth Barris. But it was you who dealt the killing blow. Well done, officer Tremel was not a true Sith. His bloodline muddied by slave breeding. But now that the... That this is his stained blood hardens in cold fights, I will see that his replacement is not so impure. He's your new master and continue to honor the true Sith. Yeah, give me the money. Niet veel, maar al een beetje zelf. Hoeveel? 610. Nou, 610 voor. Is je vat op best meer, valt best meer. Ik verdien het niet per half uur. Ik vind haar een fantastische companion, echt een fantastische companion. Alleen, ze houdt het niet van als je slechte dingen doet. En normaal verhelp ik dat als ik een relatie met haar heb. Dan stuur ik haar weg, dan neem ik een andere companion. Maar dat kan je ook niet altijd doen. Barras! Oh, daar. Ook niet altijd doen, want soms dan heb je een andere companion. Dan zie je boven in bel staan. I heard that, vette sis, I heard that. Dank. Oh, heel erg. Nee dan. Yes. He's a dutiful servant who lives to serve you. A properly beaten down slave is the only trustworthy creature in the galaxy. Your responsibilities will mend in contact with my various minions, my directives, and you may
do as you will to anyone you encounter, adversary or ally. You can trust that I'll use good judgment, Master. Yeah. A vast network of spies and operatives embedded throughout the Sith, Republic, and Jedi alike. I had fingers, eyes, and ears everywhere. You've successfully infiltrated the Jedi Order. Yes, my operatives are completely undetected, and I wish to keep it that way. I track our enemy, weakening and influencing them from within, waiting to strike. You're my enforcer. Zij is ook Jedi. Vet. Daarom kan ze er niet tegen als je slechte dingen zegt over de Jedi's. It's time for your tenure to begin. A military starship is touching down at the Kos City cargo port, delivering a vitally important prisoner to me. You will meet Commander Langton at docking bay. Oh, dat wordt weer lekker vechten. Successfully offload this prisoner. This is beneath my talents. Commander Langton can't handle it himself. Langton is competent, but that is moot. You must always assume that we are being plotted against, especially when the stakes are high. Blah, blah, blah. The importance of this prison cannot be overstated. Go to the cargo port now and stay sharp. The baller. Even een leveltje de pup in de pup. Oh, mijn camera staat, mijn beeld staat op vette. Moet ik de volgende keer mijn camera bewaren, want ik kan niet HRP zien met andere dingen. Dus dat is een beetje vervelend. Want als ze bijna dood is, dan zegt ze, I could use some help. En als je dan te ver weg staat, hoor je het niet. En dan leg je petje dood. Je kopinje dood. Het is een menselijk kopinje. Het is geen dier. Dat dacht ik al. Hallo, daar ben ik weer. But you can get stronger. En die is leeg. Ja, oké. Okay. So no mercy. Mercy. No, I won't. En het liefst zou ik nu een relatie met Vette beginnen, maar ik weet hoe het eindigt, want dat heb ik al een keer gedaan. Toen zag ik Wilsam en toen had ik zoiets van, oeh meid, jij past beter bij me, jij past bij mijn stijl dat ik speel. Nou, toen heb ik gevraagd of zij me, of ze het erg vond als ik er een tweede bij nam en dat nam ze me niet in dank af. Dus daarom, ik vlucht niet met haar, of wat dan ook. Ik wacht wel tot ik level 66 ben en dan pak ik die als een Jason. Maar die hoef ik niet te pakken, want die pakt mij. Dat is zo'n humor. Dan moet je de negeren. Met vluchten. Op de duur zegt ze, ik weet niet of je het weet, maar ik bedoel jou. Omdat ik met één heb ik wel een relatie met Vette, maar niet met Jason. En daarom weet ik dat ze zo door blijft pushen. Want ik heb er nooit een flirt gemaakt of iets gedaan dat ik in haar smaak zou vallen. Maar ze, natuurlijk komt het zo en begint ze, ja, en ik heb gevoelens en bla bla bla. En ik zoek iemand en ik wil niet met ieder man maar gaan. Ik heb iemand op het oog en ja, dat moet je vooral doen. En dan, ja, maar ik bedoel jou. En dan zeg je dat het niks wordt en dat het een disapproof. Dat is een beest. Moeten we hier naar beneden of hier naar boven? Nee, we moeten hier naartoe. Laten we gemounten. Oh, hallo. Hallo. Deze. Vroeger had ik een best hekel aan de dingen. En nou vind ik wel, volgens mij rijdt hij harder. Volgens mij rijdt hij harder. Ik denk het niet, maar ik heb het idee dat hij harder rijdt. Waarschijnlijk omdat hij klein is. Even kijken, hier kan je niet rijden, dus ik word zo meteen gedemount als ik bij de lift ben.
Nee? Oh. Oké. Okay. Nou, dan word ik zo meteen wel gedemaat. Normaal kan je hier niet rijden. Nee, dat dacht ik al. Maar denk dan niet dat je hier nou op de maan kan springen, want dat gaat niet door. Ja, nou, ik zeg, zij is best lollig. Je kan echt met haar lachen, want let op. Alright man, let's hurry up and get this hunk of carbonite to its own. Hey, Captain Oblivious. Boo. Welcome to the party. Boo. You're lucky I'm not an enemy, or you'd all be dead. Forgive me, my lord, but this is the capital. Ik ben nog geen lord. My man and I perform much more dangerous duties than Lord Barrett. Staat er boven mijn naam lord? Nee. And this is friendly territory. Surely we're safe here. Sith interests are complicated. Yes, my lord, whatever you say. Let's get this oversized block of ice to your master. I'll take that. Of zoiets. Not so fast. That my master ordered that block of ice. So step away from the carbonite man and no one ends up in a grave. Your master is going to be disappointed. Perhaps I didn't make myself plainly clear. I'm here to relieve you of your burden. Whether that includes your own lives as well. I don't give a to you. Beep. Ach, de hoekie die ik zak aan. Your master be wanting the bones man to her. Too bad for you, it's mine. Too bad for both of you. Ah, quite the popular trophy. The competition should be fierce. If you not win, you about to learn fierce, Slestak. I'm such a fool. I'll never doubt Lord Barriss again. What do we do? Sorry, Fed. Kill them all. I know you're Sith, stranger, but I think your bravado is ill-advised. Got an idea, Sestak. How about we play Wishbone with the Talker? Neither half get the spoils. The truth, then. You stood a chance against one set of us, Sith. But even a master force user can't beat these odds. Time to roll the dice, then. Attack! Time for killing, boys! Come on! It's me, Dinka. Nee, is nog niet compleet. Het spel is een beetje in de weg. Ja hoor, je kan de quest inleveren. Ik ben klaar. Ja, tuurlijk. Ik heb pluspunten en minpunten bij vet, dus I don't give a shit. Dus soms scoor ik weer punten. Leave the fighting for real fighters. Oh, vet, ik dacht jij je wapen trok. Oh, we hebben een goede koedie liggen hier. Een goede trop. Nou, je kan hier ook niet op te schieten, want het duurt heel lang voordat er die trops verdwijnen. Echt heel erg van. Volgens mij verdwijnen ze niet eens, maar waar heb je gevonden? Daarvoor heb ik een dunje gedaan en loop ik terug naar de ingang en dan zie ik ineens dat er nog spullen liggen. Oh. Oeps. niks. Maar ik zag hier wat. Kijk, zie je een andere kleur blauw? Zie je? Oh, dat zijn ingrediënten. Ja. Ah, chips. Ik krijg een nieuw wapen of zo. Nee, die krijg ik zo meteen als ik die hopelijk. Als ik die flashpoint ga doen. Dan krijg ik er pas drie stukken, en dan kan het is twee stukken kleding en een wapen.
als je mazzel hebt. Of het zijn drie stukken of je krijgt het dubbele. Kan ook. Eerst en dan moet je hem nog een keer doen en hem nog een keer doen en hem nog een keer doen en hem nog een keer doen. Ik doe hem meestal 1 na 2 keer en dan heb ik alweer genoeg van. We moeten naar Barris, toch? Ja. Oké. Okay. Je hoeft niet te kijken of fit. Je hoeft niet te kijken. Was dat nu? Oh nee, dat kun je zo meteen. Nu gaat hij alleen uit zijn plaat dat die kerel niet niks wil zeggen. Zometeen. Nee, zometeen. Want dan krijg je die. Dan krijg je dat zij iets ziet wat ze niet wil zien. En dan moeten wij naar. Ja. Lord gemeen. Oh, ik ben zo gemeen. Kijk hoe rood. Kijk hoe ik van het witte afdwaal. Meer naar het rode toe ga. Woehoe. En als ik die flashpoint kan doen, dan kan ik vetten niet gebruiken. Want daar scoor ik heel veel rode punten in. You're good to go. Yeah, thank you. Hallo. Wakker worden. Men informed me of the ambush at the cargo port. Apparently there are more eyes on us than even I thought. No, maar daar heb je geen last meer van, zijn al dood. Disturbance in the force. It leaves doom imprinted on my dreams. A grave and mysterious threat that could bring down my entire power base. Ah, mijn zaken. Ja, een republikein, ja. Als ik level, is het 60? Zie ik er ook zo uit. Instead of warning, do something about it. Oh, I'll do something about it. One of the things that I do best. Torture. I must learn what tipped off the Republican Chat. He is the key to uncovering the nature of this threat. Ja, maar ik begrijp niet dat je me niet meteen naar dat ding om de ding op te halen om de waarheid uit te trekken. Want als ik het nu ga doen, is hij al bijna dood. I crave more action, so let's get on with it. No rest for the wicked, I guess. No, fit is spijt me. Zo meteen heb je rust als ik die flashpoint ga doen. He has a seek and destroy task for you. It'll be done before you know it. I must tend to the torturing of this miserable Republic agent. With no time, I have more... Stop dan met haar hoeren! You are dismissed. Ja. Jezus, stop wasting my time. Ja, lulde niet zo lang. Ja, je zag dat ze me hielden met nieuwe keer aantrok. Als je nieuwe keer aantrekt, dan krijg je ook meer HP. Dus dan moet ze je even weer bijtanken. Ja. Dan dacht ik de hele tijd ook. Ik denk, wat sta je me nou te hielen, mens? Ik ben niet eens aan het vechten. Oh, wacht even. Ik heb natuurlijk nieuwe kleding aangetrokken. Ik kan geen skills leren, man. Hoe moet ik daar naar bij? Ik was toch geleveld? Ja, ah ja, nee, maar ik ben level 14. Bij 15 krijg ik ergens een kill geloof. Of 16. Nee. Waar moeten we heen? Oh, we moeten wel hierheen. Oké. Okay. Ik dacht een treintje verder was. Maar ja, die is niet zo. Speak to Commander Pritch. Even kijken wat het is. Wat, misschien is het wat ik naartoe kan teleporteren.
Hallo. Car City Entrance Speed, ja? Daar kan ik naartoe. Nee. Oh, god, nee. Nee. En daarom ga ik nooit met die Flightmaster mee. Want dan had je met die Flightmaster hier naartoe gegaan. En ik moet hierheen. Outpost Temper Speeder. Die had ik moeten kiezen. Die heb ik denk ik niet. Kijk wel. Cool. Nog 9 minuten. Ik heb altijd, dan heb ik honger, dan ga ik gaan. Ik ga zo meteen echt wel eerst eten. Even mijn eitje maken. Met een lekker spekkie. Ja, voor vanavond heb ik dus, hoe heet het? Andijvie. Met speklappie. Krokant gebakken. Jam, 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 jam. Oh nee, ik heb vanavond soep. Wat zeg ik nou? Nee, ik heb vanavond soep. Oh nou. Hold on to your head. Oh, we gaan mounten. Helemaal de verkeerde kant op, maar terug. Het is één van die ingangen. Ik zal de verkeerde toetsen drukken. Nee, maar god, die map niet weg. Moet ik even goed opletten. Hier is een rij. Ja. Dat is ook een nadeel van dit spel. En, de map is hier nog niet ontdekt. En dan krijg je zo meteen, als je hier bent, moet je bijvoorbeeld hier naartoe. En dan heb je een weg die stopt hier, maar die gaat wel verder, zegt hij. En je hebt er eentje die stopt hier en die gaat ook verder. Dan denk je, nou dan pak ik deze weg. Dan denk je, die weg die gaat die kant op. Dus ik kan weer helemaal terugrijden om vervolgens dit stukje te pakken om dan daarheen te rijden. It's tricky, tricky, tricky. Oh, Foxy Fox, wat met jij best dikke benen. Oh, kopje klein. Ah, het was minder dan 5 seconden, dus dat maakt niet uit. Du-du-du-du-du-du. Daarom hou ik van een assassin, die kan onzichtbaar worden. Dan maak je gewoon door die rotsen heen lopen. Is er... Ah, er is nog iemand in het vecht. Ik dacht, aangevallen werd, ik denk, what? What? Ah, die quest had ik ook goed moeten halen. Vergeten. Ik had je puntjes verdiend. Nou ja. Dat maakt niet hoor. Toen had ik weer van companion moeten wisselen, want dan werd dat weer niet goed gekeurd, bla bla bla. Ik had sowieso geen zin in gehad, dus jouw quest neem ik ook niet aan. Oh nee, dat is een sidequest, die zou ik niet doen. Nee, geen sidequest. Oh, ik rijd te ver. Hallo. Pritch. Nou, haal PR weg, zet er een B neer. En dan heb je... Hè? Ja. En... News travels fast. Ja, en probeer niet romantisch te doen met me, want dat pik ik niet. Dat zal ik je zo meteen wel vertellen ook. You can't deal with upstart slaves. Slaves have been given the forces sent to deal with them in fits. I'm not part of that duty. What no one knows is that Lord Paris orchestrated the insurgent to disrupt him. Oh, he's out to fluisteren, joh. He wants his involvement kept secret.
Now the slave captains who led the revolt are threatening to expose Varys' involvement unless they receive more potent weapons. Continue, Commander. Lord Varys wants you to kill enough of the blackmailing slave captains to make the others lose their resolve. Violence is not always the answer. Ik moet even wat puntjes bij vetten kweken, dus ik moet even wat aardige woordjes zeggen. Het is niet zo omdat ik met hem wil vluchten, maar dan hield ze tenminste goed en ze doet meer damage. What kind of proof? Let me keep records of their transactions. Just tell me where to look. Oh, geen dit. Absoluut niet. Ja, bla 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 bla. Oh nee, you're full of enthusiasm. Then they're not slaves. Continue. Just tell me where to go. Slaves are scattered throughout the area, but the captains tend to... Ik wist dat ik deze rooie kon pakken, dat het geen effect op haar heeft. I'll wait here for your return. Take me back to the city and wait, don't you think? Ja. Take it up with the commander. I'm sure he'd appreciate the constructive criticism. No, I think I'll let him live in shame. Oké, kom op, we gaan. Oh, dat is ook, ja, maar we moeten zo meteen even toe vechten, want dat is die mount die als arm was, als ze op zich schieten, dus. Ah, ja. Lang leven de lol, zullen we maar zeggen. Normaal zou ik zeggen, nooit in een ring, een rode ring gaat staan, want dat is gevaarlijk, maar in dit geval weet ik, het is niet echt. Want degene die kon die skill al niet meer doen omdat ze dood was. Tadaa! Ho! Vette, alsjeblieft, pak het, pak het, pak het, we hebben het nodig. Pak het nou. Pak het nou. Nee, jij niet. Zo, dankjewel. Oké. We hebben slaves nodig. Ja. Oh. Ja. Heb je nog wat zwaar overgelaten? Ja. Oké. Die had ik nog nodig. Ja. De hoeveel? 20? Camera ook nog steeds niet verplaatst. Nobody better mess with us now. Ja, zegt het meisje. Ja. Zegt het. Ja. Oeps, ik sta in de fik. Hallo, ik ben een kaars. Hey. Blijf ik in de fik staan? Thank you. Hey, hoe kan ik nou in de fik blijven staan?
is that for bullshit? Here. You're ready to go. Ah, do even normaal, hé. Oh, that's cool. Sluiten. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie in mijn volgende video. Doei, doei.